Marijn Korevaar, de eerste drager van de bolletjestrui in de topcompetitie. Wat betekent dit voor jou dat jij als eerste ooit de bolletjestrui aan mag trekken? Een trui is altijd mooi en het is altijd leuk om een trui te dragen, dus het voelt altijd wel goed. Neem ons dus mee naar die Lemelenberg, want alles was eigenlijk nog bij elkaar. Hoe ging die sprint naar de top toe? Nou, het was eerst eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik mee ging sprinten. Maar op een gegeven moment kwam rechts helemaal vrij en ik had wat snelheid. Dus ik dacht, ik trek gelijk door en niemand kon me volgen. Dus toen won ik dat sprintje. Dus dat is, dat is mooi. Met andere woorden, mooi meegenomen dus. Ja, zeker weten. Goed. En in hoeverre ben jij klimmer, Marijn, dat je, hè, want je mag hem nu ook in de omloop van de Braakman dragen, de trui nog, en vervolgens in de Drielandenomloop. In hoeverre ben jij klimmer dat je hem na de Drielandenomloop ook nog kunt dragen? Eigenlijk wil ik voor het klassement van de topcompetitie rijden, dus waar kan ik die puntjes meepakken, is het altijd mooi meegenomen. Hoe goed ben ik in klimmen? Ik denk dat ik wel redelijk omhoog kan, vooral die zoals in Limburg en zo, dat ligt me wel ideaal. Dus ik heb er super veel zin in en ik ga zeker die trui proberen te verdedigen. Tot slot, een profcontract bij Roompot straks, dat is het uiteindelijke doel. Als dat het hoogst mogelijk is, zeker.